De Gamersnet E3 vlogs worden mede mogelijk gemaakt door de MSI Camo Squad Limited Edition notebooks. Ik vind het wel mooi, Lee, jij niet? Ja. Gaat goed, hè? Trein stoel. Ja. Welkom bij de tweede vlog van Gamersnet.nl op de hashtag GNE3. Is het niet de eerste, omdat de vorige de nulde was? Oh, is dat dan de eerste? Ja, ik weet niet hoe dit werkt. Het was alleen wel dat we dit eigenlijk gisteren hadden op moeten nemen, ja, maar dat was gewoon te druk. Dat was te druk, want te veel te doen, te veel games. Ja. Dus we gaan met jullie mee. Sorry. We gaan met jullie mee. Ik kan het sowieso niet erin editen, zo'n effect. Het is veel te moeilijk, veel te zwaar. We gaan naar de PlayStation persconferentie waar Leon en ik waren. Was best leuk, of niet? Leon heeft zijn popcorn vastgepakt. Want de PlayStation persconferentie komt eraan, daarvoor zijn we hier. En ze hebben het dit jaar een beetje anders opgezet dan andere jaren. Want? Ik weet niet, ik was er vorig jaar niet bij. Nou ja, normaal staan we altijd buiten en dan heb je buiten allemaal foodtrucks en dan drink je lekker biertjes en de foodtruck eten, hamburgers. Maar dit jaar hebben ze dat ook, maar is het binnen en kunnen we al allemaal games spelen. Dat is best wel tof. Niet dat we één game hebben gespeeld, we zijn vooral aan het eten. Maar hierachter hebben ze bijvoorbeeld Far Cry 5, dus dat is bijvoorbeeld heel erg leuk. Dat kun je dan hier spelen. En dat is vet, maar wat verwacht je van de PlayStation persconferentie? Eén zin, want dit gaan we toch na de PlayStation persconferentie uitzenden. Waar heb jij het meest zin in? Heel veel verrassingen. Mooi. Ik hoop op VR, want het schijnt dat de second wave of VR games aankomt. Iedereen heeft de eerste wave even gemist, maar de tweede wave komt er nu aan. Oh, dat is zo flauw, maar zo waar. Dus daar hopen we zeker op, PlayStation persconferentie. We gaan los. Oh, trouwens leuk feitje over de PlayStation persconferentie. Ik zal ze even filmen straks. Het is bekend dat Leon en Tom en ik niet echt voor PlayStation gaan. Hè? Ik bedoel, dat vinden we leuk, sommige games, maar het is niet onze cup of tea. Ja, nee, goed, bij goede games wel, maar we vinden ook heel veel gebakken lucht. Ja, toch? Dat is waar. Nou, over gebakken lucht gesproken. Oh, er was, er wordt even... Iedereen denkt dat Leon 8 is, dus er worden allemaal beats weggetrokken bij Leon. Maar hij is toch echt 21. Ja, zeker met die popcorn. Met die popcorn, echt super schattig. Straks gaan we even filmen in de zaal. De gekkies van de PlayStation persconferentie. Dat zijn de mensen die juichen voor PlayStation. Nou, je hebt enthousiaster over niks bestaat niet. Dus dat gaan we nu zien. Ik wil toch even zeggen dat wij toch mateloos goede plekken hebben. Ja, dat hebben we bijna nooit. Nee. We waren heel vroeg. Kijk, dat is Lennart van Basic Sense. Dus voor al je PlayStation nieuws kun je ook bij ons vinden, maar ook bij hun. Dus dat is heel leuk. Maar dat terzijde, kijk onze plekken. Check dit. Vierde rij. We kunnen Lilvinger straks bijna aanraken. We kunnen hem bijna aanraken en... Ja, vinger. Ja, heel goed. Heel volwassen. En wij gaan straks eens horen de PlayStation fanboys, want ik denk dat die vooral vooraan zitten. En ik verwacht vooral heel veel van deze meneer die hier zo zit daar. Dat is zijn laptop. Die gaat straks kleren uit en Meloesje. Vorig jaar zat ik tweede ring trouwens. Echt? Met dat gepeupel daar. Duidelijk bezuinigd op de zaal. Jezus. Dit is gewoon... Dat valt eraf. Gadverdamme. Eeuw. Oh, sorry. Ik net ook... Ja, sorry. Ik dacht, dan blijft hij zitten. Ja. Dat is mijn MacGyver-truc. Gaat hij nou weer vast? Ja, gewoon in de gaatjes, nee. Dat snap je wel. Draai hem even om. Nee, hij moet gewoon zo. Kijk, zo, kijk. Zo zit hij hartstikke vast. Oh, deze zit wel vast. Oh, dat is wel fijn. Nou, echt een heel schitterend theater. Toon Hermans zou er trots op zijn. Ja. Nou, goed lang. Goed wel lang. Jij moet ook juichen. Ja, zo. Woe! Doe het vast. Kijk of mensen meedoen. Does. Woe! Yeah! Nee. Nou, ik hoorde iemand fluiten. Nice. Zoveel is er voor nodig. Is er letterlijk niks op het podium? Nul. Maar het is de vibe of PlayStation, dat is het. Precies. Dit bedoel ik dus, er is nog niks gebeurd. Oh, PlayStation logo in beeld. Oh my god. Oh my god, ook echt. was wel een aardige persconferentie. Ja, wij vonden hem heel vet, maar niemand anders vond hem vet. Nee, wij waren waarschijnlijk te starstruck door het podiumgebruik. Ja, het podiumgebruik was tof, maar als je hem thuis zat te kijken, dan was het toch best wel zo van... Het was in één keer voorbij en dan zo van, oh, maar er komt echt niks aan nu, zeg maar. Nee, maar ondertussen zagen wij kranen in storten en wij dachten, wat de fuck. Het komt op ons af. Maar de game is alsnog in 2018. Dus ja, dat... maar dan kan je alsnog bijna denken dat je doodgaat. Dat was nu. Ja. Dus dat is een beetje de vibe die we kregen. Only on PlayStation. Only on PlayStation. Wat ook wel helpt is natuurlijk altijd het publiek bij PlayStation waar we ons altijd ontzettend aan ergeren. Ja. En dat was het deze keer niet anders. Nee, die guy die aan het buigen was bij alles. Wat een lul. Wat een ontzettend lul. Nee, wij hadden wel sympathie voor hem. Nee, ik vond het serieus wel, ik vond het wel vet. Al moet ik zeggen, het is wel een beetje als zo'n simpele NPC die je tegenkomt in een game. Die dan 3 animaties heeft. Hij had ook 3 animaties. Hij had... En dat was het. Ja, die was het niet. Eigenlijk niet. Dus toen hij voor de 10e keer zo ging opstaan en toen weer zo ging, dan dacht je wel van oké, nou ken ik het wel. Het is een aandoenlijke NPC dat je denkt van stuck in his own loop. Ja. Nou, en toen was het gisteren de eerste beursdag en er was wel, sowieso onderweg gebeurde er iets super vets. Ik vind het wel mooi, Lee, jij niet? Ja. Gaat goed, hè? Draai mijn stoel. Ja. Oh, luchtgitaar ook nog erbij. Super vet, man. Of zo. Ze heeft sikke danspasjes. Sowieso. Ik wil wel harmoniseren vandaag. Ga erbij staan dan. Ook moet ik ook zo aankomen lopen zo. Ja, best het story. Maar wat ook anders is dit jaar op de beurs, iets waar vooral Tom zich heel erg aan ergert. Ja, de mensen. Mensen. Mensen aan zich. Mensen die mij zullen kennen weten dat ik niet van mensen hou. Nee, en ook niet geen mensenmens. Nee, ik ben geen mensenmens. En ook, ook niet als er heel veel zijn. En ook niet als ze Amerikaans zijn en zweterig en fucking veel. Ja. Het sloeg helemaal nergens meer op. Maar de E3 is natuurlijk nu open voor consumenten. En dan krijg je van dit soort artikelen. Zoals jij noemt, het plebs. Het plebs, ja. Nou ja, de plebs was overal. En dat is naar als je van A naar B wil komen. Nou boys, er is een klein dingetje veranderd ten opzichte van vorig jaar en dat is dat het publiek ook aanwezig is. Ja. En dit is echt te bizar voor woorden, want er zijn echt gigarijen. Echt, ook buiten ook door. En nou zoeken wij eigenlijk natuurlijk een media entrance. Dus zijn we dan ook weer speciaal behandeld worden. Nou ja, we hebben gewoon een afspraak om 12 uur. We hebben gewoon een afspraak, dus we kunnen hier niet wachten. Maar dit is altijd, sowieso met pers en businessvolk was het altijd al druk, maar dit is te gek voor woorden eigenlijk. Dit is te gek voor woorden. Dit is onmogelijk om op deze manier, als we hierin moeten gaan staan, op tijd bij je afspraak te zijn. Dat kan niet. Dus we gaan arrogant doen. Hey, pers, aan de kant. Ja, aan de kant. Aan de... En dan met dat koppie ook, hè? Denk je dat iemand ervoor laat? Ik loop ook nog doorheen. Ja. Maar het is toch leuk dat het gewone volk nu ook kan. Jee, super fijn. Doe niet zo arrogant, joh. Ja, nee, oké. Zij mogen arrogant doen. Zij hebben meer geld dan ik heb. Omdat ze iets van wat, $995 hebben betaald voor zo'n pas? Ja, laatste dag. Ja, laatste paar in ieder geval wel. Maar $150 per dag waren de early bird prizes. Dus dat is. Maar ze zijn nog rijker dan wij zijn. Bij elkaar. Maar zolang Tom dat blijft denken, komt het helemaal goed. Ja, man, het was echt fucking druk. Echt de hele dag duurde het gewoon langer ook om naar afspraken te komen. Dan kom je af en toe wel weer lekker bij bijvoorbeeld Warner Bros. aan. Ja. En dan word je weer heerlijk verwelkomd in een warm bad om 12 uur 's middags. Hi, welkom achter de schermen bij Warner Bros. Waar je gewoon kan genieten van een lekkere kop koffie of een buffet. En dan willen we ook graag de tijd nog even weten. Het is 12 uur 's middags, dus ik kan wel een kippenboutje op. Het is een goede lunch. Kijk, een stukje pasta kan natuurlijk ook in. Of een cakeje of een Dolce Gusto Nescafé. Dat hebben ze hier gewoon allemaal. Dus ja, het is een zwaar leven op E3. Het is een zwaar leven weg van het plebs. En dikke tapijt. Ja, het is echt super hoogpollig. Ik zweer, je kunt hier struikelen. En gewoon, trouwens, ik heb echt de doopste sokken ooit aan. Ik werd gisteren gecomplimenteerd door iemand uit de hoed. Hoe vet is dat? En Tom heeft 2 dagen dezelfde sok aan. Ik heb Confirmed. Ik heb serieus wel dezelfde sok aangedaan als gisteren, omdat ik een compliment erover kreeg, dus nice. Maar goed, hey, het is fijn om weg te zijn van plebs en in de media lounge waar we horen. Ja, je bent vervelend. Ja, I know, sorry, ik hou al op. Ik lieg altijd alsof ik het niet vind. Oh, want Peter is zo humble. Ja, oké, jij had kippenbouten, maar ik had denk ik de meest vette statue van de hele E3. Ik bedoel, Spider-Man die hangt aan een helikopter, dat wil je toch gewoon thuis hebben. We hadden het er in de ochtendshow al even over. Sony is helemaal all out gegaan met zijn decor tijdens de E3 persconferentie, maar dit slaat toch wel echt op alles. De scène die we ook zagen in de E3 demo van de game. Zou het op geen HQ passen? Nou, beetje... Past in ieder geval wel naar PlayStation. Nice. Het is tijd voor de eerste burger van LA. Het is een Smashburger. Volgens mij hebben we hier vorig jaar ook gevlogd. Ja, volgens mij wel, hè. Ja. Flashback naar vorig jaar. Nee. Te veel moeite, moet je weer downloaden en uploaden. Dat gaan we niet doen. Maar wat heb jij hier, Lee? Ik ben ja, het is een avocadoburger, maar volgens mij hebben ze de avocado van bijgeflikkerd. Maar hij zit er wel... oh shit, dan hebben we dezelfde. En ik heb de avocado er wel een soort van half op gekregen. Nou, het is wel duidelijk wie er vorig jaar was geweest. Ja, hey, het is onwelkom terug, het gebruikelijke. Oh ja, ja, hier. Twee stukjes. Ze kennen me hier. Maar terug naar de guys. Hoe werken vlogs? Terug naar onszelf. Terug naar onszelf. Nou, dan vragen jullie af waarom is deze vlog iets later, waar moesten we dit de volgende dag opnemen? Dat is omdat we gisteravond iets heel erg tofs hadden. Bier! En bij Xbox! Ja, nee, ik tiet er dan weer niet. Fingerfood. Fingerfood. Heerlijk. En fingerfood. Het was een goed onderrondje met de Xbox After Hours die natuurlijk elk jaar zijn. Dat je gewoon nog de beurs op mag na sluitingstijd en dan kun je daar gewoon games spelen van Xbox. Achter de schermen, hier op de Xbox booth, Xbox After Hours, weet wel. Belangrijk bier. Oh ja, IPA. Lekker man. Sea of Thieves. Sea of Thieves. Dan ga je nu spelen. Je bent helemaal in extase. De game of the show volgend jaar van mij. Ja, en dit jaar en volgend jaar het jaar erop ook. In 2020 ook. Het is steeds wat uitgesteld. Nee, nee, omdat het steeds wordt geüpdate. Hij komt wel in 2018. Dus dat is wel onder verwachtingen, ja. Oh. We hadden hem eigenlijk wel eind dit jaar gehoopt, verwacht. Toen hij 2 jaar geleden werd aangekondigd. Maar nee, het duurt iets langer. Helemaal prima. Geef die gasten de tijd. Ik vertrouw ze. Rare. Britten. Ze zijn Britten, dus ik vertrouw ze al. Maar nee, Sea of Thieves is een fantastische game. Als je het nog niet kent, ga de gameplay ervan checken die ik heb opgenomen. Ja, moet je vooral doen. Ja. Wat is het toch? Wat is Sea of Thieves? Ja, ja, wat is Sea of Thieves? Ja, nou, eigenlijk de eerste wat is aflevering. Nou, leuk. Was dat? Wij zijn in extase. We moeten wel een eeuw wachten. Ja. Ja, dus ook achter de schermen, super exclusief, nog steeds een hele lange rij. Ja, maar we gaan het wel samen spelen. Dus... Ja. Ah, dat is leuk. Ah, dat is leuk. Ja. En bier! En bier. De Britten te vertrouwen. Heb je Brexit niet meegemaakt of zo? Oh ja, kut! En Theresa May. Ga je Theresa May? Maybe. Wat vond je van de Xbox One X? Hij was niet echt... Ze hadden daar devkit. Ja, dat maar we hebben wel gespeeld. Ja, ja. Het was, ik vond het tot dusver wel... het is wel echt een krachtige console, maar ik weet niet. Ik wil dat dan in mijn eigen huiskamer wil ik eigenlijk gewoon ontdekken of dat heel veel anders is. Want het is sowieso al anders als je daar aan het spelen bent. Ja. Op hele andere schermen en nieuwe games die je nog niet hebt gespeeld op je eigen systeem, weet je wel. Dus dat maakt heel veel indruk. Ja. Het is lastig referentiemateriaal, dat wel. Ja. Maar ik vind het sowieso een heel mooi apparaat. Ik vond het ook al vet dat ze hem zo uitgestald hadden. Ja. Heel erg Hannibal-esque, dat je echt van die flapjes gewoon ontleed. Ja, het is ook gewoon best wel een mooie console. Het is ook maar, het is de kleinste. En zo, Leon geeft even een koninklijke reactie. Dus best wel een mooie console. Het kon mij behagen. Het is geen PlayStation. Nee, maar het is gewoon een PS4. Maar oké, het was gewoon een aardige Vita ook echt. Nee, hij is bijna nog kleiner. De pinnacle van architectuur. Ja, aan de achterkant zitten ook van die dingen die je dan kan aanraken. Ja, dan moet je inderdaad met licht en zo games gaan spelen. Oh ja. Met licht moet houden. Super handig. Leuk. Hey jongens, bedankt voor het kijken naar deze tweede vlog. Ik ben blij. Dat merk ik. Ja, want we gaan nu weer een nieuwe dag tegemoet. En ik weet totaal... Oh ja, Total War Warhammer 2. Ga jij zien vandaag? Destiny 2 en... Call of Duty World War II. En jij? Ik ga langs bij Sudesco, een Nederlandse partij in LA. Dat is best wel tof. Dat is raar. We zitten namelijk gewoon in Hoogvliet, onder de reuk van Rotterdam. Onder de reuk van Rotterdam. Ontzettend bedankt voor het kijken. Check ons overal. Als je nog vragen hebt over jouw games, vertel ze even via whatever medium. #GNE3. En bedankt voor het kijken en volg ons overal, toch? Dat is een beetje... Ja, dat is een beetje het ding. Je kunt ons ook persoonlijk volgen op Twitter en Instagram en al die dingen. Maar dat krijg je allemaal van die rare behind the doors, behind the scenes, kiekjes en zo. Ik weet niet of je dat wil. Als je dat wil moet je dat doen. No pressure. Was jij bij de optreden van de Doors? Ik was, achter de schermen. Jim Morrison en ik, we zijn close. Ja, nice. Snap ik nou. Hoezo snap je dat?